Hallo allemaal, ik ben Robin van de 3J's, maar ik zet me ook in voor Stichting Huis aan het Water. En wij zijn ontzettend blij dat jullie ons hebben gekozen voor de Goede Doelendag. En ja, op donderdag 16 juni is het dan zover, dan staat de grootste stormbaan ter wereld in Volendam. En die gaan jullie trotseren. En hebben jullie dat gedaan, dan zijn jullie officieel wereldrecordhouder. En komen jullie te staan in het Guinness Book of Records. Hoe cool is dat? Maar voor wie gaan jullie nou eigenlijk geld inzamelen? Bijna iedereen kent wel iemand die met de ziekte kanker te maken heeft. Kanker is een ernstige ziekte, maar gelukkig is het tegenwoordig vaak goed te behandelen. Dat gebeurt in het ziekenhuis, maar daarnaast zijn er ook plekken zoals Huis aan het Water, die mensen helpen om zo goed mogelijk te leven met de ziekte, maar ook na de ziekte. Matthijs is 31 jaar oud en heeft kanker overwonnen. Hoi allemaal, ik ben Matthijs. Vorig jaar juli werd kanker bij mij geconstateerd. Dit was een hele schok voor mij, omdat je niet verwacht dat je op jonge leeftijd dit al kan krijgen. Kort na de diagnose werd door de doktoren een behandeling voor mij bedacht. Deze behandeling heeft uiteindelijk een jaar geduurd en was niet altijd even makkelijk. Ik ben bij het begin van mijn behandeling bij Huis aan het Water terechtgekomen. Zij hebben mede voor gezorgd dat ik zo goed mogelijk door het afgelopen jaar kwam. Ik voelde mij namelijk helemaal niet zo goed, omdat ik wist dat ik kanker had. Bij Huis aan het Water probeer je zo goed mogelijk te laten voelen, ondanks dat je weet dat je kanker hebt. Dit doen ze door met je te praten en je te laten meedoen met verschillende activiteiten waar ook andere mensen met kanker aan meedoen. Zoals het werken aan mijn conditie bij de fysiotherapeut en bij yoga, zingen en schrijven kon ik mijn hoofd leegmagen. Ik voelde mij hierdoor beter en kon beter de behandelingen doorkomen. Ik denk dat voor iedereen met kanker het heel fijn is dat ze weten dat het Huis aan het Water er is, zodat ze door hun geholpen kunnen worden. Daarom is het heel belangrijk dat we geld inzamelen, zodat we hier de mensen kunnen blijven helpen. Hoe kan je dat nou het beste doen? Daar heb ik wel een aantal tips voor. Vraag aan je ouders of ze je per rondje kunnen sponsoren. Ga de auto wassen van de buren. Ga een haantje voor een kwijtje doen. Of verzamel lege flessen in. Hey Matthijs, wat ben jij nou aan het doen? Ik ben alvast al mijn vrienden en familie aan het bellen. Ik wil van iedereen wat hebben. Jullie kunnen op de site bijhouden hoeveel geld jullie hebben ingezameld. Maar dan kan je ook een verhaaltje opzetten, je kan een video posten of leuke foto's om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Samen met jullie leraar maak jullie een pagina aan met jullie klas. We hebben hele mooie prijzen voor de klassen die het meeste geld inzamelen. Ik heb in ieder geval heel veel zin in 16 juni en ik hoop jullie ook.